Ik ben betrokken als docent bij de bacheloropleiding Mechatronica en de Master System Design. En hier zie je een XI-positioneersysteem, wat heel representatief is voor de regio, wat we ook gebruiken in ons onderwijs. Deze opstelling wordt gebruikt in onder andere machines van ASML en Thermo Fisher voor elektronenmicroscopie. Studenten zijn erg geïnteresseerd in deze opstelling. Het spreekt tot de verbeelding, omdat het een opstelling is die goed aan te sturen is binnen de precisietechnologie. Alle context die je hebt in de bredere beroepspraktijk kun je hierin terugvinden. Deze machine wordt ook wel H-drive genoemd, omdat die lijkt op de hoofdletter H. En dat is wat je hier ziet in de opstelling van de motoren die hierin zijn ingebouwd. De aansturing van deze machine gebeurt via de nieuwste hardware van ProDrive met een Arcos en Cygnus unit die nog maar kort op de markt zijn. Waardoor we ook de studenten relevante kennis laten opbouwen met software uit de industrie.